Op 20 juni presenteerde Stichting Het Landgoed zich aan genodigden. De stichting is opgericht om Nu Jij Werkt en De Tekenwijzer te ondersteunen. Zij bieden dagbesteding aan mensen met een bijzonder talent en die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bert van der Kuilen, Nu Jij Werkt. Mooie dag vandaag met een mijlpaal voor een stichting. Waarom is de stichting nodig? De stichting is nodig voor deelnemers waar geen indicaties voor zijn, die nog moeten wachten en die wel graag hier mee willen doen. En nu wordt dat allemaal uit eigen zak betaald, want dan zijn er nog geen vergoedingen en wij doen niet aan wachtlijsten. En je gunt het de mensen zo, want hier komen ze lekker tot hun recht. Lekker bezig zijn, creatief. Bieden. Wij bieden hier arbeidsgerichte dagbesteding en dat houdt in dat, dat het doel is om richting arbeid te gaan. Dus we gaan ook mee op klus, tuinaanleg, tuinonderhoud, hout kloven, boomzagen. Voor degene voor wie het mogelijk is gaan we kijken, kun je ook richting betaald werk. En is dat niet mogelijk, dan ben je hier gewoon elke dag zinvol bezig. Gerda, we staan hier bij Tekenwijzer. Jouw domein, wat gebeurt hier allemaal? Hier bij Tekenwijzer hebben we eigenlijk twee plekken. Beneden hebben we hier het atelier en daar bieden we creatieve dagbesteding aan. Dus een aantal keren per week zijn de mensen hier aan het tekenen en schilderen. Eén keer in de maand werken we met keramiek. En boven is een fijne plek en daar begeleid ik mensen één op één. Dus mensen die hier op het landgoed zijn, deelnemers, maar ook wel mensen van buitenaf. En, maar met name voor de deelnemers is het heel fijn om hier op één plek en bij Nu Jij Werkt te werken of in het atelier. En ook hierboven gelijk één op één begeleiding te kunnen krijgen als dat nodig is. Kan je iets zeggen over de mensen die hier en bij Nu Jij Werkt komen? Ja, ik denk dat de grootste gemene deler is dat iedereen heel graag buiten is in de natuur. En we wandelen ook met de honden tussen de middag. En mensen houden eigenlijk van de natuur, buiten zijn en zijn creatief. Natuurlijk helemaal in het atelier. Maar ook bij Bert, bij Nu Jij Werkt. Iedereen ontwikkelt zich met ons mee, zeg maar. We zijn een soort dorp. Want de problematieken die er zijn, of eigenlijk noemen we het geen probleem. Meer talenten, die zijn heel veelzijdig. En er zijn mensen met autisme, lichtverstandelijke beperking of mensen met Alzheimer. En we zien ook dat iedereen een beetje voor elkaar zorgt en dat ze van elkaar leren. En dat vinden we gewoon ook heel belangrijk. Waarom is de stichting belangrijk? Nou, de stichting is belangrijk omdat wij beide vinden met onze bedrijven, als mensen hier binnenkomen en zeggen, joh, ik wil heel graag de dagbesteding of iemand heeft therapie nodig, dan duurt het vaak lang voordat de financiën vrijkomen, voordat er een budget is of een beschikking. En wij vinden het heel erg vervelend als mensen soms in hele moeilijke situaties lang moeten wachten of dat we moeten zeggen, joh, je mag hier gewoon nog niet komen. En wij beginnen dan gewoon, op een gegeven moment geeft dat natuurlijk financiële druk. Dus de stichting is er vooral om ons te ondersteunen in dat deel, dat wij dat zelf niet hoeven te doen, maar ook dat er financiën komen voor deelnemers om gelijk te kunnen starten. Waarom is dat een tak wat je er zelf niet bij kan doen? Omdat ik een eigen bedrijf heb en dat instanties, gemeentes en bedrijven gaan niet zomaar ander bedrijf sponsoren. En daarom is de stichting dat juist voor die mensen die tussen wal en schip vallen, dat die ook de kans krijgen en wel gewoon mee kunnen doen. Dus we proberen ze te helpen om een stukje daginvulling te vinden, bijvoorbeeld hier. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die nog niet de weg naar dagbesteding gevonden, of het nog heel eng vinden, of die stap gewoon nog niet geestelijk kunnen maken. En met name Bert en Gerda zijn mensen die dat heel graag willen stimuleren. Ze doen echt een stapje extra, gaan bij die mensen thuis op bezoek, komen ze halen, nemen ze een halve dag mee om te kijken van, is dit wat voor je? En we gaan een plekje voor ze zoeken, zodat ze hier kunnen landen op het landgoed. En juist omdat Bert en Gerda die stapje extra doen om die mensen die nog een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt daar ook bij te betrekken, zijn ze daadwerkelijk investeren in mensen. Maar het is inderdaad die overbrugging. Soms duurt het inderdaad, zoals Dan zegt, soms 3/4 jaar voordat je dat geld hebt. Ja, je bent wel met een bedrijf bezig. Je hebt ook je eigen kosten te maken, want de lunch en de koffie gaat allemaal wel door. En daar kun je natuurlijk ook wel gaan zeggen van, joh, in plaats van die 6 tosti's op een dag, dat worden er maar 2. En dan neem je zelf je brood mee. Maar goed, dat heel veel kunnen niet eens van hier naar hier toe komen. Ze hebben die hulp nodig om echt van huis
opgehaald te worden om hier te komen en weer thuisgebracht te worden. Nou, alleen al die benzinekosten die er zijn, de bus die moet gaan rijden, dat zijn allemaal kosten die toch drukken op de bedrijfsfunctioneren. Nou, allereerst voel ik me en Bert denk ik ook heel erg gesteund hierin, dat we dat niet allemaal alleen meer hoeven te doen. En de stichting is een heel mooi bestuur die met ons meedenken, waardoor wij meer ruimte krijgen om hier ons werk te doen en ook onze mogelijkheden uit te breiden. En hoe dat precies loopt, ja, dat gaan we zien. Maar ook dat mensen langere tijd één op één begeleiding kunnen krijgen als het nodig is, dat vind ik een hele belangrijke. Wat zijn de ambities verder nog voor nu jij werkt na deze stap? Doorgaan zoals we gingen en iedereen de kans geven. Meer mensen, gewoon dat alle dagen gevuld zijn. Dat de mensen kunnen doorgroeien in een baan. Dat je hier in die mogelijk beschutte werkplekken kan gaan bieden. En dat is mijn droom om dat dan ook te verwezenlijken. Maar is het dan ook zo dat jullie kunnen helpen om fondsenwerving te hebben, maar ook een stukje bekendheid dat mensen gaan weten wat ze doen? Dat is ook onderdeel van ons werk, om straks meer gewoon Zeewolde en de omgeving in te gaan. Zodat we weten van wat is nu het bedrijf van nu jij werkt en wat doet Tekenwijzer. Maar ook vooral de succesverhalen. Er zijn heel veel mooie succesverhalen hier te behalen. Jeroen, nu jij werkt, wat betekent dat voor jou? Een plek waar ik uit gewoon best wel een moeilijke periode gewoon kon zijn. Waar ik gewoon mocht zijn. En waar ik mijn dag kon vullen. Zo is het eigenlijk begonnen. En waar ben je dan zeg maar nu? Ja, nu is het een plek waar mijn leven langzaam een beetje opklaart. Waar de wereld langzaam weer wat mooier wordt. Je langzaam steeds meer gewoon dingen gaat doen. Nou, mijn geschiedenis is, ik was conciërge op een school in Amsterdam. En daar werkten we op een LWO-school. Ze waren ook leerlingen met rugzakjes noemden dat vroeger, maar leerlingen met problemen, met dingen. Dat sloot eigenlijk best heel goed aan met de jongens en de meiden die hier niet helemaal lekker zitten of dingen gewoon niet kunnen of beperkingen in alle vlakken. En dat ging gewoon fijn. Ik kon deze mensen met alle geduld en alle rust, kan, dingen uitleggen en dan gaan we gewoon samen dingen doen, dingen maken. En als je kijkt naar de toekomst? Wat gaat nu jouw werk jou brengen? Nou, dat vind ik wel een lastige. De toekomst is ver, wat weet ik niet. Ik hoop dat het beter blijft gaan en dat ik steeds meer hier kan en mag doen. En wie weet is dit een plek waar werk uit voorkomt? Geen idee. Durf ik niet moeilijk. Nee, toekomst vind ik nog lastig. Ja. Maar voor nu een fijne plek om te mogen zijn. Een hele fijne plek, met echt hele fijne mensen. Heel eerlijk zijn we hier naar elkaar. Met een lach en een traan. Eigenlijk een klein wereldje op zich. En dat is heel fijn.